hallo mensen die kijken naar deze video van het waterpark. Rick en Jeppy hebben de vorige keer een ultra grote schommel gebouwd. Dit ging niet allemaal zoals verwacht, maar de jongens hebben het gefixt. Vandaag gaan ze kijken wie het hoogst uit de schommel kan springen. Ook laten ze de beste trick zien die ze in huis hebben. Neem een lekker pakje limonade en geniet van deze video. Nieuwe dag. Maar we moeten eerst eventjes, hoe heet dat ook alweer? Onderhoudscheck. Onderhoudscheck doen, want de nieuwe attractie moet gewoon elke dag gecheckt worden. En dat gaat vandaag ook gewoon gebeuren. Want Jesper wil niet weer vallen. Ik wil niet weer de crash maken, nee. Holy shit! Wow. Ketting ook niet heel door. Alles zit helemaal vast. Kan gewoon niet los. Het zit allemaal dubbel vast zelfs. Hier met een S-haak, met nog zo'n klem eroverheen. Hier ook. Ja, het kan gewoon niet fout gaan. En we zaten te denken, misschien kunnen we nog een challenge doen van wie het hoogste eraf springt. Dus zetten we de camera neer en zetten we streepjes neer wie het hoogst springt. Want dit ding gaat echt ziek hoog. Ja, dat hebben jullie wel alvast gemerkt. En dan is het nou wel echt tijd om te gaan beginnen, hè? Ja, we gaan beginnen. Heel goed. Even nieuwe tricks ontdekken. Ja, van de schommel en van de duikplank en van de glijbaan. Want we gaan nu dus echt heel goed gebruik maken van het park. Want nu staat alles, nu kunnen we er echt gewoon goed gebruik van maken. We gingen gisteren wel heel hoog, maar gingen alleen verhoven. Misschien kunnen we nog iets anders. Ja. Ik ga gewoon even inkomen. Ja, gewoon staan weer. Ja, nu ga je hoog. Ga je nu? Ja. Ik ga nu zo hoog, dat is nog nooit eerder vertoond. Jij gaat wel echt hoog. Nu ga ik echt hoog, ja? Je ging gisteren al hoog, dus ik weet niet wat van nou aan het komen, man. Ik ga nog hoger dan het hoogste punt van de schommel. Zo! Dat is mega hoog. Ik kan met zoveel pijn, hè. Die was wel echt nog. Ja, die ging hoog. Ik voelde mijn voempen, jongen. Nu heb ik één keer gesprongen en ik weet nog dat er vroeger bij ons een schommel stond, hè. Dat ik achteruit schommel dan achteruit eruit sprong met een salto. Ik weet niet of dat hier gaat. Dit kunnen hier? Ik weet niet of dat hier gaat. Zal ik hem meteen staan doen of zitten? Staan. Fuck it, ik ga hem staan. Jongens, hij gaat staan. En dan achteruit. Achteruit. Oké, ik ga nu, ja? Durf je dat wel? Ja! Die is heel nice. Die is echt nice. Ja? Ik zweer het. Maar ik ben zo bang voor die duikplankje. Echt? Ja. Maar je komt hier nog niet tegenaan. Klopt. Vanuit de duikplank view. Oh. Ga je al? De schroefje gaat heel moeilijk worden. Ik weet niet hoe ik hem moet draaien. Oké, nog aan. Yo. Schroefje. Heel mooi! Het lukt gewoon, hè? Het lukt gewoon! Ik kan er smooth alleen. Ja. Match! Wow! Die ging bijna fout. Die ging bijna fout, ja. Ik kreeg hem even niet te pakken, maar... Woe! Dit is echt leuk. Nu ga ik voor een dubbeltje. Dubbeltje? Ja. Even serieus? Ja. Ik wil het gewoon echt doen, want ik heb zoveel hoogte en... Ik kan het in principe wel. Ja, ik weet niet. Ik durf het aan de ene kant niet. En ik ben bang dat ik klets op mijn rug. Maar ja, als dat het enige is, dat heb ik toch wel over. Ga je het echt doen, Jester? Ja, ik ga eerst even kijken hoe ik uitkom. En dan ga ik, ja, misschien wel, misschien niet. Ik ga even kijken. Als je het doet, dan ben je de helft. Ja. Die haal je wel, denk ik. Ik denk dat je die zeker haalt. Maar je draait hem nog heel langzaam. Ja. Hij wil hem eerst even zo testen. Eerst van de trampel, ja. Dat hij het gevoel krijgt. Ja. Maar ik draai wel echt heel snel. En dan ga je nog 10 keer zo hoog. Ga je hem doen? Mijn gevoel is ja, maar dadelijk weet ik niet wat ik doe. Dus het kan zijn voor wel, anders niet. Are you ready? I'm bone ready. Ik durf hem niet, hè? Ik durf hem niet. Je moet gewoon tukken. Wow. Als je maar gewoon doet. Niks zeg, niks zeg. Je zet er doorheen, hè? Eén keer. En als ik hem nu niet doe? Dan laat iedereen een dislike achter. En anders een like. Ja? Ja. Als iedereen nou een like achterlaat, moet je eens kijken hoeveel mensen op die like button drukken. Die staan hier allemaal langs het zwembad. Come on!
Dit verdient echt een dikke like dan, hè? Ja. Ja? Het is wel echt moeilijk. Oké, mensen, een dikke vette like. Sub en een like. Doe het voor Jep. Hashtag doe het voor Jep. Ik herhaal. Hashtag doe het voor Jep. Come on, boys. Oh, let's go. Doe het voor Jeppie. Doe het voor Jeppie. Ik zei het toch? Yes! En hoe easy? Yes! Yes! En hoe easy? Doe het voor Jep, zeg ik toch? Hashtag doe het voor Jep, like en sub. Oh, mijn hart gaat een keer. Die ging echt heel. Weet je hoe lijp je was? Ik besef het niet echt. Die was echt heel vet. Oh, mijn hart gaat een keer. Ik zag je vliegen en ik zag je doordraaien. Ik dacht, yes! Dit is echt een hoogtepunt, jongen. Yes! Er is net een pakketje binnengekomen. En we gaan gewoon even kijken. Ja? Ik weet serieus niet wat het is. Ik weet ook niet wat het is. Dit is wel geheimzinnig. Kijk eens. Holy shit. www.glowmovies.nl. Dit is heel lijp. Holy shit. Dit is echt mooi. En dan zeggen we www.glowmovies.nl. Is dit mijn maat? Ja. Dit is heel drip. Hey. Het is wow. Logisch echt veel mooier, man. En dan voor mij geen t-shirt, maar wel een trui. Ook heel dik. Ook zwart. Ook in het zwart natuurlijk. En een dikke hoodie. In het zwart. En de trui hebben we al. En de t-shirts hebben we al. Dus die hadden we gisteren aan. Ja. Eergisteren. www.glowmovies.nl, jongens. Dus wil je ook zo drip als mij? Koop het maar. www.glowmovies.nl. Meer zeg ik niet. Dingen beschrijven. Ik heb een dubbeltje gedaan, mijn progressie zit erop. En nu komt jouw progressie. Wat ga je leren? Ja, ik wil een contra, maar dit is echt raar met schommel. Ja, ja, dubbel ook. Wat zegt je gevoel op dit moment? Niks. Nee, je moet ook geen gevoel hebben, je moet het gewoon doen. Nee, zo moet je niet testen. Wat? Zo moet je niet testen, want je ging in de lucht en toen je kop versnakt. Ja, maar ik ben bang dat ik zo door achteruit wil springen. Ja, maar dan moet je, ja, ik weet niet. Nee, dit gaat verkeerd. Ik wil hem weer doen. Nou ga ik te veel naar die schommel vliegt vooruit. Jesper zegt hem wel te kunnen. Nee, ik zeg niet dat ik hem kan, maar ik ga hem wel proberen. Oké. Okay. Nee, maar ik serieus, je denkt dat je kan hem als je hier echt door de knieën bent. Je denkt dat je hier voor. Dit ding gaat naar boven en je gaat hier voor neerknallen. Maakt me niet uit, ik leef toch maar één keer. Oké, dit is lastig, maar dit is niet onmogelijk. Poging 2, komt ie. Ja, ik snap de angsten. De draai kan je moeilijk nemen dan mee. Oké, nog één keer. En als het nu niet gebruikt gaat... Nee. Ik ben ervan overtuigd dat je ook niet draaien. Ja, ik denk dat je... Nee, je kan niet. Ja, dan moet je tukken, maar het kan amper. Het kan wel. Ik weet zeker dat het kan. Maar ik heb net mijn trigger overwonnen, dus ik heb dan genoeg gedaan voor vandaag. Oh. Jongens, we gaan kijken wie het hoogste kan springen. Ja, even een challenge tussendoor. Nee, blijf maar daar staan. Allebei twee kansen en dan kijken wie het hoogste komt vanuit de schommel. Ik ben team blauw, jij bent team roze. Ja, team roze voor de win. Ik begin. Wij weten nog niet echt wie er gaat winnen. Nee. Ja, misschien wel. Ik denk dat jij gaat winnen, man. Oké, het hoogste punt is bijna bereikt. Hiernaar ga ik. Misschien vlieg je wel uit beeld. Gast. Jij doet nog gewoon salto. Je kon ook gewoon zo doen. Zo, ronde 1 voor Jeff. Spannend. Here we go. Ik ga trekken. Ja, ik ging ook hoog. Ik weet niet hoe hoog ik ging. Ja, we gaan het pas in de edit zien. Ja, ik ga het gewoon nooit doen. Ik gun het jou ook gewoon, Els, please. Dit gaat niet om gunnen, dit gaat om de winst. Voor jou, voor mij niet. Voor mij staat een vriendschap op het spel. Ik ga echt hoog, volgens mij.
Zo hoog kom ik niet. Hoger ga ik ook niet eens proberen. Beginnen. Ja. Tobie. Ook hoog. Ook hoog. Ik weet het echt niet. En we weten het allebei niet. We gaan nu even op de camera terugkijken of we het misschien kunnen zien. En anders zien we het in de edit wel. Waarschijnlijk is het een close finish. Een hele close finish. We hebben teruggekeken, maar we kunnen het niet echt precies zien. Nee. Maar... Niks. Het einde van de dag is aangebroken. Ja, laatste afscheidssprongetje voor vandaag. Afspringsprong. Ja, afspringsprong. Ja, en hierna weten we nog niet precies wat we gaan bouwen. Nee, jullie ideeën komen weer aan bod. Ja, dus jullie moeten nou echt allemaal achterlaten wat we gaan bouwen en dan gaan we dat gewoon doen. Ja. Wieho! Dit was het dan voor vandaag. En helaas niet alleen voor vandaag. De heren zijn aan het einde gekomen van een hele mooie serie. Maar niet getreurd. Als jullie meer dan 500 comments met hashtag WieWantMore achterlaten, kan het zomaar eens zijn dat er weer wat nieuws komt. Het begon allemaal met een glijbaan wat een enorm succes was. Daarna kwam de stijger, toen de duikplanken en aan het einde de reusachtige schommel. Laat in de reacties weten of jullie nog een nieuwe aflevering willen en wat de mannen nog kunnen bouwen en wie weet wordt jouw idee wel werkelijkheid. Enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering en tot gauw.